Vandaag hebben we opkomend talent op bezoek. Een man die zijn verhaal heeft geschreven in het schitterende boek Ik denk dat het liefde was. Eén probleempje. Hij leefde in de 18e eeuw. We hebben hem dan maar met de teletijdmachine van Barabbas geteletransporteerd naar hier. Vandaag hebben we Dieudonné, of ook wel Leon, te gast. Hallo Dieudonné, gaat u maar zitten. Merci. Hallo Dieudonné, hoe gaat het? Ouais, très bien, merci. Van waar kwam de drang om naar Parijs te gaan? Ah, wel, in de Morvan, waar ik geboren werd. Wel, toen mijn lint stierf, dan was er niemand meer waarom ik zou blijven. En er was ook niemand meer die me beschermde. Trouwens, Annette, die vuile p***, die begon mij ineens minder eten te geven. En wel, Gavin vertrok dan ook en ik besloot dat ik ook zou leven. Maar dan op mijn manier. Dus ik volg de houtblokken naar Parijs. Welk gevoel had u toen u voor het eerst in Parijs kwam? Het eerste dat ik mij herinner was de vuile stank. De stank van rottende luiers, vuil braaksel, rottend kadaver. Maar vooral de stank van de begraafplaats Les Innocents. Met die grote huizen voelde ik mij ook heel klein. En er waren zoveel mensen, ik voelde mij onnuttig. Ik had niks aan Parijs en Parijs had niks aan mij. Ik wou terug vertrekken naar huis. Oh. Mevrouw Sherry heeft u toen goed opgevangen. Oh. Welke rol heeft u gespeeld in uw leven? Wel, die goede oude vrouw Sherry, ja, die is levensbelangrijk geweest. Ik ben haar nog steeds dankbaar. De manier waarop ze mij zonder meer heeft opgenomen in haar huis. Wel, haar huis. Ze gaf mij ook wel eten en soep, dus zonder haar zou ik eigenlijk ook niet Claire hebben leren kennen. Kunt u het gevoel dat u voor Melin had vergelijken met wat u nu voelt voor Claire? Nee, helemaal niet. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik heb nooit zoveel gevoeld als voor Melin. Alleen wist ik dat toen niet. Claire, wel, die is helemaal anders. Ze deelt mijn leed van het verleden, maar ze is dromerig en zwierderig. Wel, ik geniet van haar elke dag, dat is echt helemaal anders. We hebben een heel speciale gast in het publiek. Kom maar naar voren. Jij bent een klap! Ik sta te doodgaan in je boek en dan een vuile poepen in Parijs! Greville, uw aardseiland werd opgehangen. Had u toen een gevoel van opluchting? Opluchting, dat was niet meer nodig. Hij was aan lager wal geraakt en ik aan hoger. Hij vormde eigenlijk geen bedreiging meer voor mij. Het was alleen weer een stuk verleden dat uit mijn leven ging. Zo zal ik het zeggen. We hebben nog een speciale... Mais non, pas Greville, les morts! Oei, sorry, verkeerd gelezen. Pardon. Van waar komt uw bijnaam Leon? Ik vind uw naam Dieudonné persoonlijk wel mooi. Waarom verkiest u Leon? Oh, ouais. Leon, die naam heb ik gekregen van mijn zeer dierbare... Melin. Ik was een overlever, zei ze me steeds. Dus ik moest wel zo sterk zijn als een leeuw. Vandaar Leon. Dieudonné, wel, dat doet me ook veel te veel denken aan mijn vader. En het is ook de eerste keer toen ik naar hem op zoek ging dat ik de naam eigenlijk gebruikte. Denkt u dat u door uw verleden sterker bent geworden? Ik denk dat iedereen door zijn verleden sterker wordt of ontwikkelt. Maar het is wel zo dat ik geen ouders had. Ik moest alles zelf leren. Natuurlijk was er ook Melin die mij helpte en beschermde. Maar ik heb ook wel zeer zware periodes meegemaakt. Zoals armoede, ik heb ook honger geleden. En de dood van...
het verdwijnen van Méline. Donc, wel, dat heeft me natuurlijk wel sterker gemaakt. Hè. Ook die reis naar Parijs. Het was allemaal heel nieuw voor mij. En, het heeft eigenlijk een korst gevormd rond mijn hart. Nu u uw droom als schrijver vervuld hebt, denkt u dat er ook plaats is voor de droom van Claire om moeder te worden? Bon, ik weet het niet. Het is allemaal wel heel snel natuurlijk. En ik ben bang dat ik veel te veel op mijn vader zal lijken. Bijvoorbeeld, ik denk dat mijn kinderen ergens anders veel beter af zijn. Maar ik heb Claire gezworen dat ik nooit mijn kinderen zal afstaan. Dat is wel een belofte. Nu de laatste vraag. Vindt u dat het tweede boek Ontvoerd beter is dan uw eerste? Ik denk dat het Lille was. Mais Ontvoerd, c'est pas de moi. C'est un pis de brul, non. Mijn eerste boek, c'est totally different. Sorry, verkeerd gelezen. Dank u voor dit gesprek en nog veel succes verder. Merci beaucoup. Maar nu ik hier toch ben, zou ik graag reclame maken voor mijn boek. Volgende week gaan we het hebben over het boek. Ik ben niet bang. Tot ziens. We hebben een speciale gast vandaag. Kom maar naar voren. Maybe. Oh, jij vuile klootzak! Nee, eerst staat de dood gaan in dit boek en dan. Opnieuw! Moet ik hier gaan staan dat ik niet zou hangen? Kom maar. Jij staat vuile klootzak! Eerst ben je laten dood gaan in dat boek en dan gaan voelen met een of andere slet in Parijs? Oh! Oké. En zonder Mélie, zonder. Oké. Vandaag gaan we opkomen talent opzoeken. Kut. Ik ga dat echt zachter maken, dat je gemakkelijker kunt. Nee, wacht. Remixed. Ja, zo echt mottige kop. Ja, dat staat er allemaal op. Eerst je raam dicht en dan opstarten. George. Ja, zet ze op een huisje. Hij was vreselijk. Ja. Die heeft echt een mottige kop. Ja, ja. Ha! Dat ga ik op zijn wall posten. Ja. Nooit acteur worden. Ik weet het! Maar ik heb het toch voor gedaan. Of actrice. Ja. Nee, en het bordje staat. Mottige kop. Mottige kop.